Wat zijn jullie aan het doen? Alles aan het leegzuigen? Ja, we zijn het water uit de paddenschaal aan het halen en de Noordvest. Dat is het watertje wat over is gebleven nog van miniatuur. En de bedoeling is dat er schoonwater in komt, zodat als de rugstreeppadden hun eieren leggen, dat ze minder predatoren hebben. Oftewel minder rovers in zwemmen die ze opeten. Ja. Dat zijn bijvoorbeeld libellenlarven en die kunnen wel 5 jaar in het water leven. Door het water ieder jaar eruit te halen, voorkom je dat die libellenlarven erin blijven. En jullie doen het niet voor niks op dit moment, want het wordt warm en wat gebeurt er dan? Wat je nu sowieso krijgt, is dat de bruine kikkers die zullen hun eieren gaan afzetten of hun dril. Want we hebben ze nu al weggehaald, ik heb er 11 of 12 verteld al. En wat zodra het zachter wordt, worden die gelijk wakker in februari. Ja, die gaan hier dan dril in leggen. Ja, als ze dan leegzuigen, dan neem je de dril mee. Leven de lente, nieuw leven, dat soort dingen. Ja, ja, nou ja, dat is heel mooi. En ja. Hoe gaat het met die padden? Gaat het naar wens? Nou, er wordt nog veel... Die kinderen spelen hier veel in, dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling. Lopen met grote stenen te gooien, in het water te smijten, dat is wel heel leuk. Maar als die vijvers lekker raken, hebben we gewoon een probleem. En dit gebied moeten ze eigenlijk afblijven. En hoe zou je dat kunnen voorkomen? Een hekje eromheen? Ik ben bang dat je de hek omheen moet zetten, maar ja, er staan ook bordjes van dat het paddengebied is. Ja, dan hebben ze 2 jaar hebben ze goed kunnen bewaren, die padden, en dan krijgen ze steen op hun badden. Dat ja, is niet, precies, dat is niet de bedoeling. Nee, daarom. Enfin, aandachtspunt. Ja, absoluut. Oké, okay. Ja. Dankjewel.